Dit mooie weggetje naar de pont vanuit Amerongen naar de Nederrijn herbergt aan de rechterkant de Uiterwaarden, aan de linkerkant kasteel Huis Amerongen. Het huis werd voor het eerst genoemd op een kaart in 1597. In 1673 werd het platgebrand door de Fransen, waarna het opgebouwd werd in de veel voorkomende Hollands klassicistische stijl. De Duitse keizer Wilhelm abdikeert op kasteel Amerongen, waarna hij naar Huis Doorn verhuist. De eigenaren van het kasteel verkopen het huis in 1977 aan de Stichting Utrechtse Kastelen, die het in 1982 overdraagt aan de Stichting Kasteel Amerongen. Op dit kasteel, prachtige buiten, zal de Selection Castle Fair plaatsvinden. Herman van Belkom gaat u daar nu meer over vertellen. Herman, waarom doe je dit op Slot Amerongen? Dat is eigenlijk tweeledig. Ik wil hier een brug neerzetten als herhaling van de brug die hier 10 jaar geleden gestopt is. Dit bleek een hele mooie locatie te zijn. Mensen waren er weg van, de omgeving is er weg van. Dus vandaar eigenlijk de herhaling hier op deze beurs. Daarnaast zijn mensen altijd op zoek naar een speciale plek om mooie zaken bij elkaar te combineren in een mooie tijd. En dat is het paasweekend op Kasteel Amerongen. Ja, hoeveel standhouders komen dan? Ruim 40 standhouders zijn er dit jaar. Zo, dat is heel wat. Dat is en het zijn allemaal antiquairs? Nee, dat zijn niet allemaal antiquairs. Dat zijn hoofdzakelijk antiquairs en mensen die in klassieke kunst handelen. Met een klein beetje een knipoog naar hedendaagse kunst. Maar dat noem ik de nieuwe klassiekers. Dat zijn mensen die eigenlijk nu al werken maken waarvan je weet, nou, over 50 jaar zijn dat de klassieke schilderijen op de kunst. Oké, dus historie en toekomst ontmoet elkaar hier. Dat ontmoet elkaar hier, zeker. Helemaal top. Wanneer is de beurs? De beurs is van 24 tot 28 maart. Ik wens je heel veel succes met de opbouw. Tijdens de beursdagen, 24 tot en met 28 maart 2016, kunt u, als u een kaartje heeft voor het kasteelbezoek, tevens de beurs bezoeken. Een prachtige gelegenheid om zowel het kasteel als de beurs te zien. We gaan nu even binnenkijken wat daar is. Ik ben nu binnen in Huis Amerongen. En dit is heel apart. Want alles is afgedekt. Het hele huis is in de winterstand. En straks gaan we die prachtige beurs houden. Selections. Hoe moet dat nou? Oh, kijk, daar is iemand. Alles is afgedekt. Hoe moet dat nou voor die beursmensen straks? We gaan voor de beurs alles weer eraf halen. Dus de winterslaap is op mijn weer voorbij. Oh, top. Dus met de beurs? Kunt u alles zien? Alles weer zien. Helemaal top. Tijdens de beursdagen in de paardenstallen wordt natuurlijk goed voor de inwendige mens gezorgd. En het kasteel is fantastisch om te bereiken per fiets. Ligt aan fietsroutes. Er kan geparkeerd worden voor het kasteel. En de omgeving is natuurlijk zeer de moeite waard. De Uiterwaarden, het dorp. We heten u van harte welkom.